Welkom Mario. Wat gezellig dat je er even binnenkomt. Ga je naar de camping met dit weer? Oh, lekker. Mario, ik heb een confession voor je. Ik speelde liever Banjo-Kazooie dan Mario. Banjo is awesome. Nothing beats a banjo. Nee, die heb ik niet. Ik val hier altijd zo hard, hè? Even kijken. 1. 2. 3. Nope. Tip top. Tony, wat ben je doen? Wat is hier? Mijn hond is verkouden. Dus als je af en toe iets hoort niezen... Ik ben het niet. Dat is mijn doggy. Nee, ik ben ook verkouden, maar ik nies niet. Als ik moet niezen, dan zet ik gewoon mijn microfoon uit. Oude chagrijn. Bon appétit, my friend. Ik kan ze halen. Oh, dat is nog zo'n mumbo.
Mumbo-ding. Zullen wij eens even grijpen? Het zou toch handig zijn als we alles gaan pakken. Dan hebben we straks niet dat we Mumbo-tokens missen. Als het goed is heb ik nou bijna alle Mumbo-tokens van alle levels gepakt. Die we gevonden hebben. Oh, ik heb er zin in, actie. Wordt leuk. Dan zouden we eigenlijk Borderlands samen moeten gaan doen. Even kijken, dat is hem. Eén of twee. Dat is ook goed, met z'n drieën. Met hoeveel mensen kan Borderlands 2 nou? Met z'n vieren of met z'n achten? Ja, dat is waar. Dan moeten we toch maar één gaan doen, hè? Of gewoon als er plotmomenten komen. Gewoon story development zijn of zo. Gewoon eventjes de stream weg. Even de cam weg. Hetzelfde met de Assassin's Creed of zo. Gewoon even wegdrukken die app. Wat wil je nog hebben? Lol, is het vast. Maxi, oké. Ja, ik zat even in de war. Torchlight 2, die heeft volgens mij maximaal 8. Soms wel, ik speel het juist om mensen gewoon random neer te lachen. Ik speel Borderlands, of ik speel Assassin's Creed. Assassin's Creed speel ik alleen nog maar omdat ik het gewoon uit moet spelen. Omdat ik heb echt geen zin in Revelation. Ik heb echt een best hekel aan een serie van 2. Als ik dat zo mag zeggen. We zijn veel te lang doorgegaan. Ezio is niet leuk. Ezio is echt zo'n passer. Echt zo'n... Ik heb er geen woorden voor. Of ik heb geen woorden die binnen de beugel vallen. Voor Ezio. Wat is... Oh, hello Lelandeer. Goedendag. Ik heb het nog niet gezien. Ik ben het hele verhaal van World of 2, van Assassin's Creed 2, helemaal beu. Er gaat helemaal nergens meer over. Nope, die doen we nog niet. Die doen we zo. We gaan eerst even...
transformen. Alles halen als een krok. Oh. Oké. Alsnog, hallo. Gezellig dat je er weer bent. Op je eigen account. Ik moet Revelations nog echt beginnen. Ik heb hem op mijn Xbox staan. Maar ik heb er echt gewoon geen zin in gehad om te doen. Ezio. Oei. Don't mess with the croc. Dit is zo'n awesome transformation. Nothing beats the croc. Ik denk dat de meest irritante transformation van de Banjo spellen nog wel de sneeuwbal is. Uit Freeze Easy Peak. En heel Fire en Freeze Easy. Nee, heel Fire Peaks. Ja, dat is hem. Jonge Ezio denkt alleen maar met zijn genitalen. Om het netjes te houden. Mr. Vile. Ik zal zo even kijken, Ricardo. Dit is even Mr. Vile owner. Het is er zoveel makkelijker met die sprintschoentjes. Maar die kunnen we nog niet halen, we moeten eerst naar Gobi's Valley. Ik heb ze op de Xbox. Of in ieder geval, ik had ze. Ik heb ze verkocht. Omdat ik... Nog een keer? Wat? Mr. Vile, ga nou toch eens weg, joh. Ik zit natuurlijk weer niet op te letten. Mr. Vile is echt een vieze reuk. Kom op. Kom op. Winnen. Winnen. Mr. Vile, we weten toch ook een...
Yeah.